De SGP-fractie in Barneveld is nog niet gerustgesteld nu de provincie Gelderland vorige week het idee voor 25.000 woningen in Stroe City heeft teruggetrokken. Het onderliggende provinciale plan naar een nieuwe kaart van Gelderland staat nog altijd overeind. Riepke Zijlmaker schreef er een artikel over voor de andere krant. En jij gaat ons ook bijpraten over wat ze noemen de verbouwing van Nederland. Ja, 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 ja. We hebben de andere krant hier liggen. Die wordt morgen ook gepubliceerd, elke zaterdag. Mm-hmm. We hebben hier geen commercieel belang bij, maar ik vind het gewoon heel belangrijk dat dit onder de aandacht wordt gebracht. Want er staan altijd hele interessante artikelen in. Dat doe je echt supergoed. Misschien wil je een paar highlighten. Ja, nou, het eerste artikel, en daar komen we zo nog wel even op terug. En dan ook weer datzelfde waar we net al over hadden. Er wordt dan vanuit de provincie al gesprekken, dialogen en een tour aangekondigd. Maar de doelen, daar wijken we niet van af. Die staan al in beton gegoten. Dus daar gaat dit artikel over. En het grappige was dat dus op de dag zelf, nadat de boeren daar demonstreerden bij Stroe, kwam er als het ware een soort stomp in hun gezicht van haha, wij weten al hoeveel grond wij van jullie gaan bebouwen. Dus dat was het voorpagina verhaal. Maar ja, daar komen we zo op terug. We gaan denk ik eerder even aandacht besteden aan de tweede eurocrisis in de maak van de financiële specialist van de andere krant, Sander Boon. ECB is een beetje uitgeput in die crisisinstrument om nog weer schulden op te kopen. En het is eigenlijk weer hetzelfde als in 2008. De zuidelijke landen die nog weer verder wegzinken dan de noordelijke landen. Staatsschuld van Italië die al op 2300 miljard zit. En welke instrumenten moeten ze nu nog gebruiken? Kunnen ze niet meer eindeloos staatsschulden opkopen? Want dan kan de euro wel eens op een gegeven moment alsnog onderuit gaan. Dus dat is een... Sander is veel meer op de hoogte van die hele financiële wereld dan ik. Dus ja, lees zijn artikel gewoon. In plaats van dat je nou naar mij luistert. Hè. Ja. Even kijken, wat hebben we nog meer? Oh ja. Meneer Functie Elders, oftewel Niels Meltzer, die leverde immers kritiek in een officieel rapport van politiegeweld tegen die demonstranten. Dat was gewoon buitensporig, hè, dat ze erop inschopten. Dat hoort in een democratisch land niet te bestaan. En heeft een rapport uitgebracht, echt vernietigend dus ook, over politiegeweld in Nederland. En het kabinet zwijgt het gewoon dood, zo van, nou, hè, ook al is het van een hoog functionaris, als wij ons maar mondje dicht houden. De media besteden er ook geen aandacht aan. Het is ook zelfs zo dat de humanistische omroepen en VPRO die nemen het in hun propaganda ook op voor de overheid tegen demonstranten. Het is ook een beetje de teneur die al bij de mainstream media begint te zien. En bij de, met name die linkse politici, hè, van die boeren, dat die eigenlijk maar geweld plegen en slecht zijn. Dus ze kiezen partij tegen de politie vond het zelfs respectloos, hè? Nou, ik kan wel een boekje open trekken over respectloos gedrag door de politie. Ik heb dat zelf 3 keer meegemaakt. Ik ben gepepperspreed in elkaar geslagen en noem al maar op. Door van die getatoeëerde borderline cowboys. Dus als we het over respect gaan hebben, zou ik heel graag nog een keer een open gesprek met die politie willen hebben. Want ik weet in ieder geval dat zij het belang van de burger allemens dienen. Maar goed, dat is een ander onderwerp. Daar kunnen we het nog eens een keer over hebben. zijn we geloof ik... Ja, er zijn nog veel meer. En ik blijk een dubbelganger te hebben inmiddels, heb ik gezien in de andere krant. Oh, net zo knap als jij? Nou, even kijken. Ja, ik had de pet nou niet op even. Ja, hij ligt hier wel, hoor. Maar kijk. En die woont ook nog in Friesland. Kijk, misschien kan ik rechterrug hem in deze kamer laten zien. Dus, of goed voorbeeld, goed doen volgen. Wie is dit? Dat is, even kijken, hoe heet hij, die beste vent? Het is een Fries in ieder geval. Hij komt uit vrouwenparochie en hij is technisch tekenaar. En dat is ook, kijk, ook binnen de alternatieve media. Er is een neiging misschien ook bij gezond verstand om te gaan somberen. Want het is al die ellende die op ons afkomt. Maar ja, dan is het toch ook wel leuk om eens een mens te zien. Iemand met talent. Die iets goeds doet. Waar je beter van wordt. Van, nou, smile. Hey, die heeft moed. Vertoont goede eigenschappen. Heeft een bepaald talent. Maakt iets moois. Nou. En dan komen we tenslotte bij jouw artikel, Riepke. Ja, en dat is toch weer allemaal ellende. Hè? Maar toch gaan we dat wel even behandelen. En het was heel lullig, Stroe. Ik moet wel even, mea culpa, ik heb mij in een punt vergist. Stroe heeft geen 23.000 inwoners, maar 2,3. Dat is ietsje minder. Het is een dorp. En dat is vooral de gemeente Barneveld, waar het in ligt, heeft 60.000 inwoners. En die werden meteen na de dag van het protest, kwam er een soort proefballon vanuit de provincie. Provincie Gelderland. Stroe City werd het ook meteen genoemd. En dan moet je dus voorstellen, dan heb je gemeente met 60.000 inwoners, Barneveld. En daar moeten dan ineens 25.000 huizen bij Stroe komen. En dat noemen ze dan Stroe City.
Dus je hebt een dorpje van ongeveer 2000 inwoners. En dat wordt in één keer opgeschrikt met 25.000 huizen erbij. Op het terrein van de demonstratie? Of? Nou, bijna wel. Ja, zo van in your face. Echt van punch you. Van, jullie boeren, jullie kunnen demonstreren wat je wilt. Maar we hebben toch al lang besloten. Haha, we plagen jullie nog even na. Hè? En de gemeenteraad en de burgemeester en wethouders van Barneveld waren dus ook helemaal niet op de hoogte gebracht van dat plan. Dus die hebben een klachtbrief geschreven naar de gedeputeerde. Dat was Peter Kerris. En die heeft dan uiteindelijk wel zijn excuses aangeboden. Ja, het had allemaal niet zo gemoeten, bla, 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 bla. En dat was dus hetgene waar de reguliere media wel aandacht aan schonken. Van onhandig, stom, blunder. Maar ho, ho, ho. Ja, 25.000 woningen, dan blijft er toch helemaal niks meer van dat land over? Nee, maar veel belangrijker nog is, het komt uit een officieel plan wat al lang in de wachtrij zit om gelanceerd te worden. En dat is gewoon de provinciale vertaling van het nationale klimaatbeleid. En wat wil dat dus zeggen? En woningbeleid. We hebben in één keer een woningopgave van 1 miljoen huizen. Nou, bij het natuurlijke aanwas had dat helemaal nooit nodig geweest. Wie kent nog dat liedje 15 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde? Dat was in de jaren 90. Nu zijn het er al 18 miljoen en dat willen ze naar 20 miljoen opkrikken. Nou, dat komt niet door natuurlijke aanwas van mensen die hier al zijn, maar dat komt vooral door immigratie onder andere tot stand. Dus, en dat zit ook weer in het VN-beleid. Dat is de... Maar hoezo willen ze dat opkrikken? Wat bedoel je daarmee? Nou, de woningvoorraad uitbreiden. Kijk, je hebt natuurlijk de inwoners. Dus niet alleen voor de inwoners, maar er is gewoon door aanhoudende immigratie is er een druk op de woningmarkt ook gekomen. Nee, sorry, je zegt ze willen naar 20 miljoen inwoners. Nou, ze willen. Er zijn verschillende plannen gelanceerd dat Nederland naar 20 miljoen moet groeien. Dus ook het officiële plan heet ook Three State City. Hè? Dus dat Nederland een stadstaat wordt samen met een deel van Vlaanderen en Noord-Rijn-Westfalen. Dat kun je ook zo opzoeken. Dat circuleert ook algemeen bij de boer. Maar goed, daar wil ik niet te veel van afwijken. Waar het om gaat is, er is dus een provinciaal plan dat ligt al in beton gegoten naar een nieuwe kaart van Gelderland. En de Peter Kerris die noemt ook letterlijk dat het ministerie heeft gezegd dat het gaat over de verbouwing van Nederland. Dus het is niet een windmolentje hier en een stalletje daar en een zonpaneeltje daar. Nee, het is de totale transitie, noemen ze dat natuurlijk ook, van Nederland. Nederland moet er gewoon totaal anders uit gaan zien. Dus wat zien we dan hier ook op die kaart? Zien we de emissiereductiedoelstellingen. Daar hebben ze allemaal, dat noemen ze ook gebiedsontwikkeling. Dus per regio hebben ze al leidende kaders opgesteld van dat moet daar gebeuren, dat moet daar gebeuren. Dan zie je bijvoorbeeld ook tot op de Waddeneilanden. Dan is de rest van de boeren is daar ook tot het transitiegebied. Dus die moeten helemaal in de tang van overheid en NGO's gaan functioneren. Dat is ook een ander aspect van die hele agenda, is dat je met allerlei private partijen die zich belanghebbende noemen. Hè, net als Milieudefensie die zich belanghebbende moet. En dan word je verplicht daarmee in zee te gaan. Daar hebben vissers ook last van. Je mag niet meer het water op zonder dat je in een discussiegroep zit met een door de overheid goedgekeurde milieuclub en met zogenaamde wetenschappers van Wageningen UR of een onderzoeksbureau. Nou, dat ligt er al. Maar wat nemen die woningen nou voor ruimte in? Als je dan kijkt, ze willen uiteindelijk in de nieuwe kaart van Gelderland staat dat er zelfs misschien wel 40.000 huizen komen. Dus niet 25.000, maar in die Gelderse Vallei 40.000 huizen. Dat neemt dan 900 hectare in. Maar, en dan komen we denk ik bij het volgende plaatje. Kunnen we dat even laten zien? Van de transitieruimte. Waar gaat veel meer, veel en een veelvoud aan ruimte naartoe? En Caroline van der Plas en de boer hadden het over, ja, zie je wel, woningbouw. Maar nee, de grootste ruimte gaat naar groenblauwe dooradering, dus naar klimaatadaptatie. Gaat naar natuurbouw, dus naar de braaklegging. En dan zien wij letterlijk het getal, de 10% uit de biodiversity strategy van de Europese Commissie, van de Green Deal, zien we ook daar weer terugkomen. Als we dan ook naar dat plan wat daar net werd getoond, er worden allemaal bufferzones rondom Natura 2000 gebieden afgekondigd. Dat betekent ook dat hele kleine gebiedjes plots wel in oppervlak kunnen verdubbelen of verdrievoudigen. Ja, vertienvoudigen zag ik zelfs bij Geesje Rutgers. Ja, ongelooflijk, hè? Dus het is gewoon één grote landroof waarbij je de economische dragers van het platteland verwijdert of verandert. En dan praten we dus over 10% ook van het Gelderse landbouwareaal. En dan heb je over 20.000 hectare. Dus al zouden ze Stroe City realiseren, nou, dan kom je nog maar op
900 hectare boer, ten koste van boerengrond. Maar met die groene plannen, dus met die klimaatplannen, dan gaat het over 20.000 hectare. En dat is alleen nog maar in Gelderland. Er komen daar nog 2.000 hectare zonnepanelen bij, 1.000 tot 2.000 hectare aan windmolens. En dan praat je dus uiteindelijk, kun je die proefballon misschien ook wel als een soort afleider beschouwen. Want de werkelijk ruimtelijke opgave wordt alleen maar ondersteund vanuit die klimaatdoelen. Maar provincie Gelderland heeft uiteindelijk ook het plan moeten intrekken, toch? Nee, dat plan staat er gewoon nog. Ja, dus de proefballon is ingetrokken even, Stroef City. Maar de plannen van die huizen en van deze oppervlaktes aan natuurbouw... Maar hebben ze niet tegen gemeente Barneveld gezegd dat het dan misschien niet doorgaat? Nou, niet dan dus in deze vorm, maar met wat punten en commas gaat het wel degelijk. En dan het gaat wel door, maar in een andere vorm. Ja, dan ga je dus ook kijken, want de proefballon is waarschijnlijk ook niet per ongeluk losgelaten, maar expres. Want op 23 juni startte ook hun communicatieprogramma om dat reeds in beton gegoten klimaat, stikstof enzovoort beleid, om dat te vermarkten naar een nieuwe kaart van Gelderland. Hè. Dus een Gelderland moet er totaal anders uit gaan zien. Dat is al, hè, dat noemen ze dan het Gelders gesprek. Nou, we hoorden net Sofie al, we gaan in gesprek. Maar ja, je moet wel onze basisdoelen moet je al goedkeuren. Hè? Ja. En dan hebben we ook een heel mooi citaat ook van John Berends, de commissaris van de Koning. Dus alle doelen van klimaatbeleid liggen al lang vast. Dat heeft hij in een statenbrief, schrijft hij dat dan. Even kijken, ja. Als we in gesprek gaan over de Gelderse leefomgeving, is het van belang niet alleen te praten met organisaties en mede-overheden, maar expliciet om inwoners van Gelderland te betrekken. Jong en oud. En dan gaan ze een Tour de Gelderland doen. Maar wanneer beginnen ze daarmee? Als je dat traject waarin ze dat beleid willen implementeren nagaat, dan beginnen ze pas volgend jaar na de gemeenteraadsverkiezingen. Na de verkiezingen gaat die Tour de Gelderland van start. Maar dan hebben in eerdere rondes hebben al belangenclubs, lobbyclubs en zogenaamde experts, die hebben eigenlijk al wat er nog te schuiven viel in beton gegoten. En dan mogen die bewoners in een Tour de Gelderland, worden die eigenlijk gewoon het beleid verkocht. Nou, en dat is in een notendop democratie in Nederland. Dus je hebt in beton gegoten beleid uit Brussel, wat op een Haags bordje komt. In Den Haag met de stikstofstok wordt vertaald. Komt dan op een provinciaal bordje. En die gooiden er dan met een communicatiebureau een Gelders lokaal sausje over. En dan gaan we in gesprek. En dan noem je een in beton gegoten klimaatopgave, dat noem je dan een puzzelstuk. En dan ga je samen met jong en oud, ga je dan puzzelen. Riepke, ik word er een beetje cynisch van. Ja, maar ja, als je openbaar bestuur zo cynisch is, zo leugenachtig en corrupt, hoe anders kun je dan, kijk, je kunt ook helemaal verzuren. Maar ten diepste, ik zeg ook wel, er is geen morele of legitieme reden om het openbaar bestuur in Nederland nog één seconde serieus te nemen. Het cynisme dat uit zo'n John Berend spreekt, als je zulke taal ook hanteert, dat je ook echt afvraagt van, geloven jullie jezelf nog? Of ben je zo goed geworden in liegen dat je ook zelfs je eigen leugens bent gaan geloven? En dat je dan ook nog verwacht dat mensen niet boos worden, maar dat ze braaf ja en amen. En zodra je er ook iets boos op internet over zegt, dat je dat dan al online agressie noemt. Ik bedoel, wat lieve openbaar bestuurders van Nederland, ik vraag jullie echt, wat willen jullie nou? Willen jullie nou echt een soort burgeroorlog bijna uit? Want denk maar terug aan het schoolplein. Een kind voelt al wel wanneer die oneerlijk bejegend wordt. Dat is iets, dat zit er toch fundamenteel, in mensen. Dat voel je al. En dan kun je wel allemaal taal eromheen verzinnen om het wollig te maken en om genaaid worden, een beetje wollig in te kleden. Je kunt er een communicatiestrategie op loslaten. Maar mensen voelen wel dat ze worden beetgenomen. En die boeren zijn ook niet gek. En ja, als je wordt beetgenomen wordt, dan word je boos, want je wilt jezelf verdedigen. Ja, want in feite is er gewoon sprake van diefstal. Ja. Het hele artikel is te lezen in de Andere Krant vanaf morgen. Morgen wordt hij gepubliceerd. Dus als je een exemplaar wil, kan je die bestellen via deanderekrant.nl.